Het comité van slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld heeft gisteren handtekeningen die de afgelopen periode verzameld zijn, overhandigd aan DNA-voorzitter Jennifer Simons. De overhandiging vond plaats in het parlementsgebouw. Het voornaamste doel van het comité is erkenning van slachtoffers van politiek geweld door de regering middels wetgeving. Het wetsvoorstel is intussen ingediend door het comité. De handtekeningen zijn tijdens speciaal opgezette acties verzameld met als doel de ondersteuning vanuit de gemeenschap te vragen. Het streven was om 10.000 handtekeningen in te zamelen. Hoewel dit aantal niet is bereikt, is de actie volgens de trekkers van het comité aardig geslaagd. Er zijn in totaal 7300 handtekeningen verzameld. Comitévoorzitter Humphrey Yeru heeft echter gemengde gevoelens over het bereikte resultaat. We zijn teleurgesteld dat we geen 10 hebben gehaald, maar we zijn tevreden met een 7. Vooral als we kijken naar de omstandigheden waaronder we hebben moeten opereren. De omstandigheden waaronder we campagne hebben gevoerd zijn zeer zwaar geweest. Een diepe economische crisis die de aandacht van de mensen legde naar hoe te overleven, naar hoe ze te overleven. Voortdurende protestdemonstraties en gebrekkige financiële middelen en organisatorische mogelijkheden van het comité. We zijn erg trots op de campagne die we hebben gevoerd, om 3 redenen. Het is de eerste keer in de geschiedenis van Suriname dat zo'n campagne gevoerd is. Niemand heeft er ervaring mee. We moesten die ervaring zelf opdoen. En we hebben het op een waardige manier gedaan. We zijn van de scratch begonnen. We zijn trots dat we de eerste organisatie in Suriname zijn die dit democratisch middel heeft gebruikt om haar stem te laten horen. Het comité heeft volgens Yeru nog veel werk te verrichten. Indien het parlement het wetsvoorstel goedkeurt, is dit volgens Yeru een grote stap in de goede richting. De volgende voorstellen kunnen volgens hem dan intensiever met de regering besproken worden. De formele erkenning door de overheid, de staat, van het begrip politiek geweld en de slachtoffers van politiek geweld. Het instellen van de Dag van Nationale Rouw. Het laten verrichten van onderzoek naar politiek geweld, waarbij ook materiële en immateriële schade in beeld wordt gebracht. Het treffen van voorzieningen voor traumabegeleiding. Het treffen van een regeling voor schadevergoeding aan slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld, middels een fonds voor slachtoffers van politiek geweld. Het opnemen van de ervaringen met politiek geweld in het onderwijs, waarbij er ruimte moet zijn om alle visies op de gebeurtenissen een plek te geven. Het comité wil verder dat er onderzoek gedaan wordt naar vermiste personen tijdens de Binnenlandse Oorlog. En de regering namens alle voorgaande regeringen formeel haar verontschuldiging aanbiedt voor het feit dat zij niet in staat zijn geweest om het Surinaamse volk te behoeden van politiek geweld. Woorden van Humphrey Yeru, voorzitter van het comité van slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld. Dit comité heeft gisteren de ingezamelde handtekeningen van de afgelopen periode overhandigd aan DNA-voorzitter Jenny Simons.